Hoi, Robin hier en welkom bij de derde aflevering van Robins Mol Waar ik uh, vorige week zei dat uh, Horus een goede potentiële Mol zou zijn, moest hij helaas weer het spel verlaten. Het lijkt wel op dat hij volgende week uh, nog even terug gaat komen. Het zijn voor één of twee opdrachten. Uh, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar dat gaan we vanzelf zien. In ieder geval kan je geen punten meer op hem inzetten, dus dat betekent dat hij niet definitief terugkeert in het spel. Dan voordat ik de aflevering ga beginnen, wilde ik nog wat meegeven met de aflevering van vorige week. Ik heb onderstaande reactie gekregen en deze was op zijn minst opvallend te noemen, want de mol wordt uiteraard van tevoren geïnstrueerd en als Ellie op die stoel moest gaan zitten, dan zou er sowieso een kandidaat uitgaan. En aangezien het acht afleveringen zijn van wie is de mol, was dit toch wel een hele logische keuze. Misschien is dit een hele goede. Uh, hint is richting Ellie Asmol. Dan is het uh, tijd om de derde aflevering van Ries de Mol te bespreken. Het waren uh, deze keer ook weer leuke opdrachten, ook weer niet heel moeilijk. En er moesten behoorlijk wat uh, besluiten genomen worden. En dit is ook uh, tevens de titel van de aflevering: genaamd besluit. Aan het begin van de aflevering werd duidelijk dat de pennymeester was gewisseld van Patrick naar Ellie. En tijdens de opdrachten moesten nog meer uh, besluiten gemaakt worden. Gelukkig is het hier geen moeilijk besluit om te beginnen met de opdrachten. En dat is ook waar wij Robbers Moltauk mee gaan beginnen. Daarmee beginnen we uiteraard met opdracht 1, genaamd Sleutelbos. Hier moesten ze sloten losmaken van de ketting. om zo meer afstand te kunnen overbruggen naar de andere kandidaten. Ook om geld over te brengen naar de goede kandidaten. Daarmee konden ze 2000 euro verdienen voor de pot. maar uiteindelijk hebben ze maar 1300 euro verdiend. Hier zijn de volgende dingen opgevallen. Te beginnen met Peggy. Zij had relatief snel alle sloten open. Maar ook aan het begin van de opdracht was te zien dat ze een aantal sleutels in haar hand had, wellicht dat dit direct de goede sleutels waren, waardoor ze met de kokers eventueel kon uh, gaan mollen. En zoals ook in eerdere afleveringen te zien was, was nu ook weer het geval. Namelijk het shirt van Tiro. Zijn ja, shirt was ook weer het spiegelbeeld, namelijk de linker- en de rechterhelft waren hetzelfde. Aangezien het de eerste opdracht was van aflevering 1, wat spiegelbeeld heet. Zou dit een hint kunnen zijn? Maar dan is nog lijkt het me vrij sterk. Daarom hou ik het wel als een hint. Maar echt verre van een directe verwijzing naar Tigo als mol. Wat wel een verwijzing naar Tigo als mol zou kunnen zijn. Is als hij dit gebaar maakt. Als we dit terugbrengen naar de Romeinse tijd. Betekent de V5 en natuurlijk de gekruiste met 10. En dit brengt, als je de twee V's en de, de, het kruis bij elkaar samenvoegt. En dit zou wel eens wellicht een hint kunnen zijn richting Tigre Asmol van dit seizoen. Zelf ben ik daar nog niet helemaal over uit. Ik vind het wel eigenlijk zeer twijfelachtig of dit ook wel echt wel daadwerkelijk een hint is. En dan hebben we natuurlijk ook het opvallende moment waar het biljet scheurt, wanneer Jeroen het biljet voor Tiger probeert te pakken. Lekker tief, Ik ren naar hem toe. briefje scheurt in twee. Ik kan het nog net vangen. Bam. Uh, dit biljet speelt later ook een belangrijke rol na deze opdracht, omdat hij eerst zoek is geraakt en Tigo zeker weet dat Jeroen het biljet heeft ontvangen. En later geeft Jeroen dit ook aan dat hij dit biljet heeft en hij wil zichzelf hiermee verdacht maken omdat Tigo volgens Jeroen vol op hem zit, maar ook meer omdat hij een bondje met Ellie wil hebben, uiteraard wat Tigo ook zou willen. Opdracht 2, ook wel meer of minder genoemd. Hier in deze opdracht kon er 2000 euro verdiend worden of er ging geld uit de pot van de niet geopende rode luiken. Helaas, omdat niet alle luiken geopend waren, ging er 1000 euro uit de pot. Hier moet wel bijgezegd worden dat er 7 luiken in instantie open waren, maar de luiken bij Nikki en Jeroen en bij Patrick en Peggy waren weer dicht gegaan, uh, waarschijnlijk door de wind of iets dergelijks. En het lijkt er ook op dat Peggy een groen luik heeft geprobeerd te openen. Waardoor er waarschijnlijk ook weer extra geld af is gegaan. Verder probeert Peggy in het begin van de opdracht nog wat chaos te veroorzaken. door te zeggen dat de rode luiken dicht moesten blijven. Maar gelukkig sprong Ron onbewust hier goed op in. door te zeggen dat juist deze luiken open moesten gaan. Min 200, die moeten we dus niet omdraaien. Nee. Die moeten we dus niet omdraaien. Die mag, open. die mag opengezet worden. Uiteraard, als dit een molactie was van Peggy, is het niet helemaal goed gelukt. Maar het was wel het meest ideale moment, omdat het aan het begin van de opdracht is waar je ook gewoon direct chaos kan veroorzaken. Waardoor de rest van de opdracht ook rommelig verloopt. En natuurlijk, wat ook veelvoudig werd genoemd, was dat Ellie niet echt aanwezig was deze aflevering. Zij is juist degene van de etendiscipline op de portefeuille. In ieder geval ook in deze opdracht weer een aantal opvallende dingen die richting de mol zouden kunnen leiden. En dan zijn we alweer bij de laatste opdracht aangekomen, namelijk opdracht 3, en die is genaamd Fortuin. In deze opdracht zaten een aantal mini-opdrachtjes. Uh, wanneer ze deze mini-opdrachten acht in totaal hadden volbracht, dan konden ze dus acht schilden krijgen, welke elk 200 euro waard waren, wanneer ze deze met een pijlenboog hadden raakgeschoten. Ze hadden in deze opdracht zes schilden, welke allemaal raakgeschoten zijn. De volgende kandidaten hebben één keer raakgeschoten, namelijk Peggy, Horace, Nikki en Jeroen. En Patrick heeft zelfs twee schilden raakgeschoten. Hier is wat ik in ieder geval van vond dat Peggy niet weet hoe een pijl en boog werkt. En Ron zegt dat hij goed is in pijl en boog schieten maar hij weet dus geen bord te raken of geen schild te raken. In ieder geval de opdrachten van deze week zitten vol opmerkelijke dingen. En om daarmee door te gaan is het ook tijd voor de executie en afsluiting van deze aflevering. De executie was dan ook wel redelijk bijzonder te noemen vanwege het feit dat ze het spel moest verlaten... Ik vraag me dan ook echt af of hij volgende week terug gaat komen. En als hij terug in wat voor hoedanig hij dan nog in het spel zou zitten. In ieder geval is het nu tijd voor de afsluiting. Het was een, een leuke aflevering om te zien, net zoals de voorgaande afleveringen. En als potentiële molle had ik Tigo en Nicky. En daar is Peggy nu ook al bijgekomen. En dat is eigenlijk uh, vanwege opdracht 2, waar ze toch wel een aantal opmerkelijke dingen had. En dat is ook voor nu waar ik het bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Heb je dat gedaan? Laat dan een like achter en vergeet dan niet te abonneren. En als je al bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Uh, later.